Hallo, en dit is de Cerne van Talen en Mees. Het is het tweede filmpje dat op YouTube staat. Ja, ja. En, hopelijk gaat het op YouTube staan. Laten we het zo zeggen. En zoals je ziet hebben we een heel mooi, nauwkeurig dorp gemaakt hier. Ingang. Deze vind ik best wel vet, want hier heb ik een automatische deur gebouwd. Nou, ook met een ander jongetje. Die heet Pepijn. Pepijn. Wereldberoemd. En, we zijn nu in de McDonald's. Eerst een frituur. En ijskraampjes. Echt zo geniaal. En hier heb je de kok. Bijvoorbeeld als mensen een pizza willen. Nou, dat kan. Want ik heb brood. Maar geen pizza. Nou, dit kan je ook als pizza in. Naar. Ik ga even boodschapjes halen. Ja. Yeah. Oké. Okay. Oh, sorry. Nou, dat was mijn moeder. Sorry. Als ze even stil mocht zijn. Nou, zo heb ik dus die automatische deur gebouwd. Hier staat hij. Hier staan kleefzuigers. Hier, trappetje. En daar moet een aanstaande piston. En daar komt dan de kabel. En daar nog. Gaat dan helemaal verder. Nee, ik ben bijna klaar. Nou, dit was de McDonald's. Maar het zegt niet dat het hele filmpje al klaar is hoor. Vleermuis. Yeah, vleermuis. En hier is een kasteel. You are crazy. En denk je wel misschien dat zonder van je zwaar, want zo maak je hem helemaal op. Maar dat zal ik je vertellen. Nou, eerst ga ik even in het lab. Extra beveiliging. Monster. Nou, dit is een lab. Kruis. Dat soort dingen. Het spijt me als het een beetje lichtig is. Maar daar kan Mees ook niks aan doen. De filmcamera aangesteld voor Mees. En dan gaan we naar het dak. Eigenlijk wou ik een echte kasteelpoort maken, maar het lukte net niet. Ja, echt jammer dat deze uit was. Maar ik kon er ook niets aan doen. Hier heb je deze. En nu kan ik extra hoog springen, want ik kan. Nu kan ik 2 keer zo hoog als zo'n blokje springen, let op. Kijk. Hier, toch veel groter. Hier. Ik sprong erop. Hier. Moet je gewoon 2 keer drukken en dan heb je het. En dit is nog wel survival. Ik heb echt een hekel aan die vleermuizen. Oké, dan zal ik nu even laten zien waarom ik hem... Ja, ik ben de winnaar van jou. En dan zal ik nu laten zien waarom ik mijn zwaard gebruik. Gaan we daarvoor moeten we even naar het huis. Ik ga even naar beneden. Ja, leuk slaapkamertje. Maar dit is de reden. Ik heb nog veel meer. Oh, hier heb ik niks. Hier heb ik niks aan! Ja, ik kan hem zo ook nog magisch maken met het boek. Dan kan ik deze nu ook even in stoppen. Maar ik pak liever mijn sword. Ja, je denkt, wat zijn die rare dingen? Een gevangenis zit toch buiten?
Nou, wat zal ik je vertellen? In deze modus hebben we geen auto's, maar hebben we varkens. Op een zadel. En met wortel en hekkel. We kwamen er. Ik kwam erachter door naar een filmpje te kijken op YouTube. En er was zo. Zo iemand en die was zo in zo'n dorp. En die vroeg toen om zo'n. Om een zadel. En toen zag hij een varken. Toen een hengel en een wortel. Zat hij erop en ging die rijden. En dat vond ik zo'n leuk idee dat ik hem gebruikte voor dit land. Maar ik heb nog veel meer landen hoor. Maar. Ach, vleermuis. Dus ik gebruik deze. Kijk, dan is mijn hand. Nou, mijn vriendje hiernaast vindt het het beste land of niet, Mees? Dat zeg ik niet. Nee, hè? Nee. Het is echt niet het beste land van Survival. Mijn beste land van Survival is Survival. Zo heet het land. Dat vind ik echt zo'n leuke Survival-wereld. Hier was ik al geweest. Deze dieven hebben iets gestolen. Dat is. Nee, je mag maar. Of heet dat zo? Ja, ik geloof het wel. En ja, het schip. Met een hava. Ja, ik kan die beroven, weet ik. Maar dat zegt niet dat ik dat ga doen. Ja. Nou, dit is ook een hekje. Ik ga onder water lopen. Kom hier. Kom hier. Varken. Het zijn varkens. Het zijn orka's. Dat wordt een auto. Meisje, je mag best wel praten hoor. Je hoeft niet te fluisteren. Tenminste, jij. De auto. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want. Even kijken. Ik heb zojuist geen. Zo'n. Wordt wel een hengel en. Een. Zadel. Dus het kan helaas niet. Heb ik hier de stuurboeg. Dat is mijn hele kleine zus. Eigenlijk is het 13. En ik ben 8. Een 3D-tv. Ik ga me zonder bemanning laten vertrekken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt daar. Boom! Haha. Maar. Moet gewoon door nou. Hier zou ik niet ingaan. En er zal. Ja, ik heb nog twee dingen over. Dit heb ik nog over. Oh nee, wacht, hier mag ik niet in. Ik moet hier in. Vaag. En heb ik nog één ding te laten zien. Dat is dit. De Gouden Fontein. Weet je, daarvoor had ik. Wow. Oh, de. Ah. Nou, bij een boeien. Hier heb ik ook allemaal. Nou, eigenlijk is het geheimpje eerst wat dus. Eerst was dit creatief. Daarom ben ik hier heel goed in. Nou, dit is eigenlijk het park.
verdrink. Oh nee, maar. Drink niet. Tweede pig is. Kom in. Nou! Eraf. Hup. Nee, erop. Nou. Ja. Yeah. Ik ga iets leuks doen. Ik ga iets leuks doen. Ik ga iets leuks doen. Ik ga erin. En dan. Weet je wat er dan gebeurt? Dan echt, hè, dat gaat nu weer weggroeien. Dat zou echt gemeen zijn. Ik wil bovenaan. Zus thuis. Ook mijn arme, arme zus. Ik ga springen. Tak! Oh. Nou, dit was het, denk ik. Doei!